Ik ben vandaag op het beroemde TT-circuit van Assen. Ik ga namelijk racen met de Chevrolet. Alleen helaas niet met deze Corvette. Ik rijd vandaag in de Chevrolet Cruze Cup. En dat doe ik niet alleen. Je ziet het hier al staan. Drie namen, waaronder die van mij. Twee andere namen. Zij hebben de prijsvraag gewonnen die we hebben uitgeschreven op de autopagina's van de Telegraaf. En één ervan is Yvonne. Heb je ervaring? Nou, ik heb wel gereden, maar dat is 10 jaar geleden en het circuit hier is helemaal opnieuw aangelegd, dus het is best spannend. Ja, vind je het spannend? Ja, ik vind het wel spannend. Kun je een kleine voorspelling doen, eind van de dag? Nou, dat vind ik lastig. Heel hou en veel lol maken. We rijden een 4-uursrace, dus dan heb je eigenlijk wel 3 coureurs nodig. En de derde man is Arjen. Jij hebt ook gewonnen, hoe vind je dat? Ja, heel leuk. Ik kijk er enorm naar uit om... om hier een keer een beetje raceervaring op te doen. Ja, want die is er nog niet, die ervaring. Nee, ik heb geen enkele ervaring. Nee. Maar heb je thuis iets staan waarmee je misschien een klein beetje het gevoel kunt creëren? Jawel, ik heb thuis een Mercedes SLS en daar heb ik wel enige ervaring mee opgedaan. Maar ja, goed, op de A2 is natuurlijk iets anders dan circuit Assen. Het is toch gewoon een hele dag racen in de Cruze Cup. Je komt hier aan om 8 uur, dan maak je de auto gereed. Om 10 uur start er een training van een uur. Die deel je met z'n drieën. Dus dan ga je kijken wie het lekkerste rijdt, wie het beste erin zit, wie het vlotst is. Vervolgens is er een kwalificatie daarna van een kwartier. Daar bepaal je de startvolgorde. En dan om 12:30 is de start. En die start, dat is een Grand Prix start. Dus dat betekent dat je eerst een opwarm ronde rijdt. En vervolgens start je gewoon allemaal achter elkaar voor het startlicht. Dus geen rollende start. Ja, en dan rij je bij elkaar toch gauw de man een uurtje of twee. Wat is dat? Klein versnellingsbak probleempje. Want? Maar hij schakelt niet meer. Daarom kwam ik er binnen. Oh. Maar het is wel weer leuk. En daar gaat het om. Here we go. Good luck. Thanks. Okay. Hey, twee keer een bandenstapeltje geloof ik, hè? Ja, klopt. Ik wil hier aan het einde van het rechtstuk scherp insturen tot 2 keer toe. En iedere keer met de buitenkant tikte ik net de bandenstapel aan. Maar ja, goed, dat kan gebeuren. Ik probeer zo snel mogelijk rond te gaan en kun je wel eens iets raken. De echte raceliefhebber kent Chevrolet natuurlijk van het WTCC. Daar winnen ze momenteel bijna elke wedstrijd. De enige die het een beetje kan bijhouden is Tom Coronel, die rijdt in een BMW. Maar deze auto die hier rijdt, de Cruze, waarin wij nu meedoen aan deze 4-uursrace, dat is in de basis toch dezelfde auto als die auto in het WTCC van Chevrolet. Hij heeft alleen geen 320 pk, maar 140 pk. Het is eigenlijk gewoon een normale straatauto die ze hebben uitgerust als raceauto. Dus er zit een soort semi-slick erom, er zit een rolkooi in. Alle veiligheidsuitrusting die je nodig hebt om te kunnen racen, die zitten erop en eraan. En ja, dan kun je rijden. En voor best wel een betaalbaar bedrag. De auto kost in de basis 20.000 euro. Kun je hem zelf nog een klein beetje aankleden. Ja, en dat is voor racebegrippen low budget.